voorstellen is, of nee, laat ik beginnen met wat het college voorstelt. Die zegt van, we gaan nu een brug aanleggen van 2,5 miljoen. Maar er komen nog een heleboel kosten bij in de toekomst. Om dan die brug ook beweegbaar te maken. Om andere bruggen ook beweegbaar te maken. Zodat er straks jachten in de waterboulevard kunnen komen. Wat wij voorstellen is eigenlijk dat we zeggen van, nou, laten we nou heel goed kijken naar wat we hebben. De Javabrug. En misschien moeten we ook die categorie van 4 terugbrengen naar 3. Dus wat kleinere jachten. En dan kan het geheel een heel stuk goedkoper worden. En dat is niet het enige. Maar daarmee kunnen we het misschien ook in één keer goed doen. Dus dan hoeven we niet te wachten tot over 10 jaar beweegbaar maken. Maar dan kunnen we het misschien gelijk doen. En dan kunnen we dus voor 5 miljoen in plaats van 10 miljoen... hebben we dus gewoon in één keer beweegbare bruggen. Het lijkt een heel sympathiek plan, maar als je erover na gaat denken, dan moet er echt grote veranderingen gaan plaatsvinden in Almelo. En we hebben weer een vertraging waardoor richting de provincie ook weer problemen gaan krijgen met die 8,9 miljoen euro die we zo nodig hebben voor die binnenstadsontwikkeling. Dat verband zat erin, dat heb ik ook duidelijk aangegeven en daarom ben ik blij met deze besluitvorming. We hebben er heel lang over gediscussieerd. We zijn wel om 9 uur begonnen, maar dan toch. Het is nu richting 2:30. Maar het gaat ook ergens om. En het is goed dat de raad het college daar goed op bevraagd heeft, kritisch is geweest. Maar uiteindelijk een brede steun voor dit plan. En daar wordt Almelo echt een stuk beter en mooier van. Dus ik ben ontzettend blij dat we nu deze besluitvorming hier rond hebben. Wat de komende jaren gaat gebeuren is dat we eerst gaan beginnen bij de V&D-gevel. Die gaan we aanpakken, daar komen appartementen in. Dan gaan we voor Duttler ook verder dan naar de overkant, waar nu Schering Foppen zit en CNA. Dat wordt voor een groot deel gesloopt. Daar komt nieuwbouw. We gaan nog praten met de raad over de kaders, hoe dat eruit komt te zien. En vervolgens als laatste sluitstuk gaan we ook zorgen dat die haven ook inderdaad Almelo binnenkomt. En ongeveer eindigt bij Niels. Ja, dan hebben we het wel over eind 2017, begin 2018, wanneer dat helemaal klaar is. Dus het is een groot project, het is een meerjarig project. Maar we gaan het wel vanaf volgende maand gewoon mee aan de slag.